Zo dan. Bij te gaan zitten. Oh, zo. Lekker theetje. Hij is nog vrij warm. Citroenthee. Ja, lekker. Daar had ik thuis nog een kist van liggen. Ja. Gewoon een volle krat, want ik had vorig jaar heel veel gevuld. Alleen ik raakte niet kwijt toen het restaurant dicht ging. Ja. Ik denk, hey, ik had iemand die er misschien wat mee wilde voor in de azijn en zo. Okay. Maar ik haalde van zolder en ja, er zat wat schimmel in. Dus helaas, ligt op de kompost ook. Want wij hebben dan de citroen, wat is het? Hoe heet die plant? Melisse heb je? Ja, volgens mij is dat er geen. En wat inderdaad drogen. Ja. En je moet wel echt zorgen dat hij echt droog is. Dat precies. Ja, ik had er geen achter. Ik had hem op een buiten, nou niet op de gewone zolder, maar op de schuurzolder. Ja. Weet je, dan nu is het wel droog, maar dan is het straks weer vochtig. Ja. Hey, maar Tom, ik heb een vraag. Wat verwacht jij van het komende jaar? Hoe zie jij het komende jaar tegemoet? Moeilijk. Ja, hè? Dus ik moet je ook heel eerlijk zeggen dat ik. Het kost me heel veel moeite om dingen weer op te pakken. Ja. Ik doe altijd vrijwilligerswerk, iedere keer als initiatieven zijn. Ja. En nu heb ik zoiets, why bother? En fuck it, ik doe het niet. En dat vind ik zo zonde. Maar ik krijg het niet voor elkaar om mezelf dan... En ik denk dat het met heel veel initiatieven heel moeilijk wordt, zelfs al mag het weer, om het weer los te krijgen. Dus ik zie het zwaar. Ja, ik heb ook wel het gevoel om mentaal vast te zitten, om iets op gang te krijgen, inderdaad. Ja, als ik thuis bezig ben, er is voor mij nog geen moeten. Ja, ja, ik weet wel dat straks de horeca een keer open gaat, maar ik moet aan het nieuwe seizoen beginnen. Ja. Ik moet nog niks, maar het is goed om dat te doen. Maar waar doe je het voor? Alleen, waar doe je het voor? Dus ik schop mezelf er drie keer naartoe. Ja. En dat is wel echt verrot lastig. Ik moet nog beginnen. Normaal heb ik begin maart heb ik de eerste tomatenplantjes gezaaid. Ik moet nog beginnen. Ja. En dat is dan mijn eigen tuin. Ik bedoel, nog niks. Maar er werd me dan gevraagd voor het schoonmaken, de wijk schoonmaken, was vandaag. Ja. En ik had zoiets, maar ik moet nog snoeien, dus dat heb ik vandaag gedaan. Ja, dat was dan met dit weer, dat kwam even iets te goed uit. Ik ben al door de week echt druk tegenwoordig. Ja, precies. En volgende week is er voor atletiek is er iets, ook op zaterdag. En ik zei, sorry jongens, zo zonde. Ja, dat moet ik doen, want ik... Ja. Gek hè? Het lijkt alsof wij mensen draaien op een soort maatschappelijk sociaal vliegwiel. Ja. En dat vliegwiel moet blijven draaien en dan gaan we allemaal mee. En dan, nu zit er een spaar. Ja. Ik kan ook gewoon motorrijden, dan gaat het vanzelf. Maar, en dan dat vliegwiel op. Ja, ik ben benieuwd hoe dat vliegtuig op gang. Ik ben onder wel heel erg zat, maar dat iedere keer, het kan nog niet, het kan er niet. Denk van we gaan allemaal een keer dood. Ja, precies. Nee, en het zijn. Ik heb ook het idee en het gevoel dat het taalgebruik van de politici die hiermee te maken hebben, dus zeg maar Rutte, Grapperhaus en De Jonge, dat die taalgebruik wordt steeds vilijner. En het wordt steeds meer in stukjes geknipt. Gisteren hoorde ik dan Grapperhaus over van, met die stijging van een R-getal, hè, dat besmettingscijfer van 1 was het, of 0,95, naar 1,14. Dan ga ik een heel moeilijk buikpijngevoel bij. Als hij zo praat, krijg ik buikpijn. Ja. Maar, ja. Het lijkt steeds meer, we waren in het begin in een ramp. Ja. En dat snap je dan, kun je met recht zeggen van, dit voelt echt kloten, wat moeten we hier nou mee? En nu gaan we die ramp heel erg, met een zoomlens op gaan zitten. En dan alle bewegingen in die ramp, eigenlijk in de naloop van die ramp, de coronaramp, gaan we helemaal uitvergroten. Er is constant een angst. En iedereen, alles wordt op angst gedaan. Er is niemand die nou nog durft. En dan gaan we daar een testje doen en dan moeten we heel voorzichtig zijn. Ik denk dat het is toch hartstikke simpel. Als jij ergens naartoe wil, dan moet jij naar getest worden. En als iedereen goed getest is, feest je helemaal gek. Ja. Dat kan toch ook? Ja. En dan waarom dan zo spastisch blijven doen over, moet thuis blijven en 's avonds en 's nachts moet je thuis blijven. Mm-hmm. Als iedereen getest is en niemand is ziek, kan er ook niemand ziek worden.
Zo simpel. Als je die testen niet vertrouwen, dan moet je zeggen, ja, die testen vertrouwen niet. Maar ze hebben alles op die testen gegooid. Ja, dus ze vertrouwen die testen voorkomen. Ja. Nou, dan test je iedereen. Dat is een voorwedstrijd, iedereen getest, niemand ziek. Mm-hmm. Oké, jongens, maak jezelf oud. Ja. Dat is te simpel waarschijnlijk. Nou ja, en op een of andere manier lijkt het alsof die ramp uitgeknepen moet blijven worden. Nou ja, precies wat ik zeg. Hè. Eerst is het ontploffing en dan gaan we bijna op zoek naar ontploffing. Ja. Of zoiets. Van, wat kunnen we nu nog verzinnen? Ja, nou ja, vandaag hoorde ik ook zo'n bericht over de Braziliaanse variant. Ja. En dan 2,5 keer besmettelijker. Ja, ja. En dan, ja, weet je, dan gaat het riedeltje weer, want dat was met de Britse variant ook. En de Zuid-Afrikaanse. Daar zeiden ze ook van, die is, en dat bleek dan fractiebesmettelijker. Ja. En het is een soort Hotel California syndroom. Zo lijkt het. Tenminste voor de bestuurders en, ja. En voor een klein selectie van virologen. Superkleine selectie. Ja, kijk, en eigenlijk is het nu zo dat de virologen die leiden het land. Ja. En de politici die volgen dat 100%. En daar zijn die politici niet voor. Die politici moeten afwegen. We hebben een heleboel belangen. Ja. En wij moeten dat afwegen. Ja. En nu is het gewoon 100% virologen. Want daar willen we niet van afwijken. Ja. En dat is onzin. Daar kun je als politici kan je daar wel van afwijken. Door gewoon te stellen, oké, we nemen het politieke besluit om op die punten af te wijken van het geel. Ja. Maar die durven ze niet. En ja, goed. Ja, ik had nog wel hoop, en dat heb ik niet alleen van mezelf, dat is van Barbara Baarsma, de econoom die achter Herstel NL zat. Ze is er nou dan uit, maar goed. Die had de verwachting dat als er eenmaal die verkiezingen zijn geweest, dat dan die druk eraf was. Ja. Ja, we hebben de verkeerde gewonnen, denk ik. Ja, nee, maar kijk, wie er ook gewonnen heeft, de beschermende vader van het vaderland, Rutte dus, dat levert altijd stemmen op. Ja. Of je nou een klootzak bent of niet, maakt niet uit hoe je bent. Iedereen die ramp kan leiden, hoef je niks voor te doen. We krijgen gewoon In schoot geworden. Ja, en dat is ook eindeloos wordt dat. Het is zendtijd, politieke partijen. Ja. Iedere persconferentie. Ja. Dat is waar. En dat is er nu af. Misschien dat je daardoor minder druk erop. Ik hoop het, maar ik zie het nog niet. Nee. En ik vind het zo jammer dat je dan ook niet lokaal af kan wijken. Ik mis dat hier in West. Hè, we hadden zo'n hele mooie dialoog op de cultuur. Ja. En dan met elkaar overleggen. Maar ja, wie is voor het laatst daar een gemeenteraad geweest? Je mag er niet heen, je kan er niet heen. De filmopname is... Ja, de laatste keer dat ik keek was hij waardeloos. Ik heb er niet eens meer trek in. Nou, dat is ook weer zo'n puntje. Ik was dat constant aan het volgen. En nou volg ik het totaal niet meer. En dat is doodzonde. Dat is heel slecht voor de democratie. Ja, dat niemand dat volgt. En hier moet je er wel aan zetten. Ja. En ik heb zoiets van, ja, dit zit me de rozen. Want ze doen toch niks. Ja. In de zin van, nemen ze een besluit dat afwijkt van het landelijke, maar die durf is er hier best zeker niet. Maar eigenlijk is het een hele filijne kruipende, want je maakt mensen sociaal mur. Ja. En daardoor krijg je ook geen zin. Dus echt hele erge opstandskracht is er ook niet. Hè? Ja. Van, het is een hele... Mensen komen in actie omdat ze andere mensen spreken, omdat ze ideeën uitwisselen. En dat gebeurt nu. Heel weinig. Ja, maar we zijn flink uit elkaar gespeeld, hè? Want zodra je ook maar iets van een commentaar hebt, dan ben je een wappie. Ja. Dus nou, dat is al zo wat. Ik moest wel lachen van de week, ik weet niet of je het gelezen hebt, zo'n Groen West. Die oude raadslid van ChristenUnie, Albert van Vries. Die stond in de winkel. Ja. En daar had iemand een bezemstok nodig of zo. Ik weet even niet precies wat het was, maar die was er. Die werd gehaald, die werd betaald. Ja. Dat kon ze hem over 4 uur ophalen. Ja. Maar het was al zo laat dat het de volgende ochtend moest worden. Okay. En zo werken die regels. Ja. En dus zei hij van, ja, maar sorry, zo moet je dat niet doen. Je kan toch naar bevinding, kan je dat toch veranderen? Precies. Nee, dat mag dus niet. Nee. En ik moet eerlijk zeggen, als hij bij mij in de winkel had gestaan, als ChristenUnie politicus, dan zou ik ook niks hebben gegeven, want structureel denk je dan van, oh jee, dat is een man die strikt de wet volgt, ja.
En dan ben ik verbaasd dat hij dus in de krant zet van ja, ik zou daar gewoon anders hebben gehandeld. Mm-hmm. Ik vind het fantastisch. Ja. Ik vind ook dat hij dat heeft geplaatst, vind ik ook prachtig. Maar hij is dan in één keer aan de wappieskant gekomen. Ja. Want ja, afwijken van de regels, ja, ja dan maak je, dan gaan mensen dood. Ja, nee, het is echt, het is een neiging natuurlijk. Dat heet totalitarisme. Ja. Het heeft geen dictatuurkant, maar net zoals in Oost-Duitsland, zeg maar, was de totalitarisme vanuit binnenuit. Ja. Van, jij deugt wel, hè, of jij luisterde wel misschien stiekem muziek van uit het Westen. En dan gaf je hem maar aan. Je had een strikte scheid tussen goed en slecht. Ja. En vooral moreel goed, moreel slecht. Jij wil veel doden, dus gelijk het zwaarste middel. Ja, inderdaad. Op het moment dat jij afwijkt, ja, dan jij veroorzaakt die doden. Jij bent schuldig. Ja. En dat gevoel is er nu, als hem ook maar enigszins afwijkt, dan krijg je ook vol van de mensen die zo bang zijn. Dan krijg je dat ook vol te horen dat jouw schuld is dat het ziekenhuis vol liggen. Ja. En jouw schuld dat die mensen allemaal overspannen thuis zitten. En ja, sorry, maar... En je kan steeds alles als je wil, het is couleur lokaal. Je kan steeds alles, al het slechte aanwijzen aan slecht gedrag. En al het goede, ja, dat komt dan... Ja. Het is een pure willekeur van... En mijn idee is, als wij nu constateren dat de ziekenhuizen vol liggen. Dan hebben we of meer ziekenhuizen nodig, of meer personeel nodig. En dan is het probleem ook een heel eind over. Ja, en waarom liggen ze nu vol? En in eerdere griepgolven was dat niet. Ja, 10 jaar geleden, hoeveel IC-bedden waren er toen? Precies. Hoeveel zijn er nu? Ja. Wie heeft dat veroorzaakt? En die is er al herkozen. En dan denk ik van ja, we kunnen het probleem best wel oplossen. Niet van vandaag op morgen. Maar je kan richting de oplossing. Ja, je kan die capaciteit wel vergroten. Ja. En we zien nu dat we een ondersterfte hebben. Ja. Dus ondanks al die angst hebben we een ondersterfte. Ja. Ja, hoe kan je dat dan verklaren? Waarom moeten we dan zo strikt zijn? Want we gaan minder mensen dood. Ja, er gaan misschien meer dood aan corona. Mm-hmm. Maar anders zouden ze dood gaan aan waterval. Ja. Of een kanker of een andere ziekte. Dus we hebben een ondersterfte op dit moment nadat we wel een oversterfte hebben gehad. Ja, 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 ja. Maar die enorme angst dat mensen doodgaan, ja, die zullen we toch op een gegeven moment los moeten laten. Ja. Nou kwamen we natuurlijk afkomstig van een enorme maakbaarheidscultuur. Ja, ik hoorde ook zo vaak van, ja, we gaan straks richting de 100 allemaal. En dan, nee, wacht, het worden straks 125 in 2050. Hè. Je kreeg steeds meer hoe verder een soort maakbaarheid van denken van naar gezondheid en lengte van leven. Ja. En wat ik wel heb geleerd in het afgelopen jaar is ons kijken als diersoort. Wij zijn ook een diersoort dat onderhevig is aan ziektes. Ja. Ja, gewoon uit de antropoceen dan. Maar wij zijn slechts een diersoort naast de olifanten of naast de bijen. En toevallig zijn wij nu aan de beurt. De bijen hadden eerder de varroa-meid en die hebben ze nog wel. En de konijnen die zijn al... De myxomatose bijvoorbeeld. En nu zijn wij aan de beurt. Ik durf me zeggen, en dat helpt ook van misschien wel beter omgaan met de dood. Dat wij onszelf relativeren, dat wij... Slechts in de biologie. We zijn een soort. Ja. En toevallig zijn we een soort dat kan praten, kan denken, met een zelfbewustzijn. Ja. Kan werken met gereedschap en zo. Maar voor de rest, biologisch gezien, zijn we niks meer dan... Nee, we zijn gewoon een soortje. En inderdaad, de aarde die kan wel korte metten met ons maken. Ja, ja. En die kan want wij proberen dat met de aarde. En de vraag is... Ja, nee, daarom. En de aarde kan makkelijk zonder ons straks. Ja, maar andersom niet. Nee, helaas niet. Nee. Ik probeer met die relativering van nou, hoe wij soort mens, zijn we zo weer bezig. Ja. Dus dat neem ik eigenlijk afstand van onszelf. Om het een beetje aan te kunnen. Want anders kan ik het ook geen plekje geven. Nee, maar het is natuurlijk ook zo dat we dachten dat we alles naar onze wil konden vormen. Ja. En dat blijkt dus minder dan dat we dachten. En wij zijn ook kwetsbaar voor... variaties van Philips. Ja, precies. En elke denken van, ja, we hebben, net als Elon Musk, maar dat is natuurlijk een grote blaaskaak. We hebben eigenlijk alleen maar de aarde. Natuurlijk kunnen we misschien wel naar Mars. Met de grootst mogelijke moeite en onhandigheid gaan wij naar Mars. Maar biotopenricht is zo complex. Je zou wel een paar honderd man kunnen hebben. Wel... spreken. En het kost gigantisch veel geld. En wat is dan de meerwaarde? Ja, precies. Ja, dat er mensen in miserabele omstandigheden... ongelooflijk duur, daar kunnen wonen. Ja, daar kunnen we ook op de Zuidpool. Wil je dat? Dat is nog haalbaarder. Ja, maar wil je dat? Wat wil je daar dan precies doen? Ja.
En de Mars zal niet langer overleven dan de aarde als het met de zon misgaat. Dus nou, precies, die wordt gewoon meegezogen. Het biedt geen oplossing. En in de, hoe heet dat ook alweer? Als de zon. Supernova. Ja, die gaat eerst uitdijen. Dan slokt hij de eerste planeten slokt hij op, maar dan is het voor Mars ook onmogelijk. Dus nee, daarom gaan wij gewoon gezellig mee. Worden we samen één. Ja. Ik hoop dat trouwens, dat is toch wel voorbij volgende week. Dus dat is niet echt het probleem waar we dan een oplossing voor hebben. Nee, het staat niet op de lijst van de verkiezingen. Nee, nee, het is niet hot topic. Het is geruststellend ver weg. Ja. Waarom? Nee, het is allemaal waan van de dag. Maar ik vind het jammer, want ik merk nu ook met de buurtverenigingen. Ja. En de andere, die van Best en dat soort clubjes. Ja. Een ontzettend veel moeite om dan toch nog te blijven bestaan. Ja. En ja, wat moet je dan doen? Ja, ik denk dat je toch in een soort van winterslaap zit. En het heeft weinig zin om daar te vroeg uit te komen. Want dan ben je wakker en kan je nog steeds niks. Dus ja, dan moet je hopen dat in die winterslaap stond, dat er niet te veel verloren gaat. Nee. Nou, precies. Dingen, zeg maar, na een afbraakperiode, neem de Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld, een afbraak en iets opbouwen kost decennia. Ja. En je moet kijken of een oorlog of zoals dit, lockdowns, hoe snel je dingen in een korte tijd kan afbreken. Ja. Dus hoe kwetsbaar iets is wat is opgebouwd. Ja. En, ik had het van de week ook. Ik ben nu lid van IVN. Ik denk, ik doe ook maar eens wat. Ja. Ja, daar hoor ik ook ergens bij. En dan heb je die meewerkdagen of landschapswerk op zaterdag is dat. Ja. En dan zouden ze bij wijze van spreken, bijvoorbeeld vandaag de vleermuiswand schoonmaken. Mm. Maar ja, en dan zit ik in zo'n appgroep. En dat is voor mij allemaal een beetje vreemd en nieuw hoor. Maar en dan zie je de eerste, ja ik kan niet, want dit en dat. En dan de volgende, ja ik kan ook niet. Een beetje wat jij vertelt. En je ziet gewoon de zin in zo'n heel lang tijdlijntje. Ja, zie je helemaal wegzakken. Ja. Weet je, laat maar, die vleermuizen zitten daar wel, eindigt het mee. We doen het volgende week wel. Ja. En alsof inderdaad daar ook al de motor, het vliegwiel. De service eruit. Ja, precies. Ja, het is gewoon heel vervelend. Maar. Ja, en ik wil ook niet alles online doen. We hebben met de atletiek zo'n quiz online. Ja, vond ik één keer leuk. Ja. Die weken na een tweede had ik zoiets van, ja, sorry, dat was maar. Ik wil niet iedere avond een quizje zitten, niet iedere zaterdagavond. Ja. Dus ja, dat houdt dan ook op. Ja. En dan ja, de creativiteit. Het is echt zo gaat, hè? Ja, en dan. Ik vind een keer het leuk, maar dan hetzelfde nog een keer. Heb ik zoiets van. Wow. Ik vind het leuk dat ze het initiatief nemen. Ik ben wel blij trouwens dat ik met atletiek heb ik wel. In de tweede golf heb ik wel training kunnen blijven geven. Ja. Aan de jeugd. Dus daar was ik wel blij mee. De eerste golf heb ik mijn training opgeschort. Ja. Was geen goed idee. Dus ik vond het echt heel goed. In de tweede zijn we wel nog gegaan. Ik denk dat dat goed is. Nou ja, het is de kunst. Want dat heb ik ook ervaren. Ik heb ook veel klappen gehad, zeg maar financieel, maar ook. Financieel is heel lastig, maar dat je niet meer gevraagd wordt om toe iets te leveren. Of hey, je doet er niet toe, of het doet er niet toe, dat is nog het lastige. Ja. Dus ik heb, ik vind het wel heel erg gelukkig gehad met dat ik die het pad van de fruitbomen ben opgegaan. Ja. En dat ik dan die historische fruitcollectie tegenkwam, die verloren dreigde te gaan. Dat geeft wel, dat kwam goddank op mijn pad, maar heel veel energie om. Ja. Oké, en daar ga ik voor en dat wil ik dan nieuw leven in blazen. Ja, ik vind het wel leuk dat je nu ook mee geweest bent. Ja, het was niet nodig, want ik had gewoon alle stekken had ik al. Of stekken om te enten, maar ik wilde even voelen hoe het daar was. Ja. Want en de stekken zijn voor mij gehaald, dat heeft die heeft Jan gedaan, mijn fruitmeester, zeg maar. En, maar ik wilde daar gewoon even voelen. Ja. En ook een paar van die bomen. Daar wil ik wel een paar van hebben. Ik kon ze niet alle 70 meenemen. Ja, maar dat had ik graag gedaan. Nou ja, dat zou nog een idee kunnen zijn om dat te opperen aan het gemeentebestuur. Om hier een akker, die akker hier verderop, om daar die bomen erop te zetten. Ja. Ik heb ook wel iets van die gedachtes. Daar ben ik aan het spelen. Dat is lange termijn natuurlijk, maar het moet allemaal groeien. Ja. Om iets van een fruitboommuseum. Ja. Want wat die mensen daar hadden opgebouwd. Ja, het is gedeeltelijk is het er nog hoor. Maar het museum, het gebouw staat gewoon. Alleen dat stuk veld met
echte spullen en ja, dat is weg. Ja. Maar zelfs zij, hè, ik sprak zo van, ja, ik vertelde ook, ja, ik heb last van corona, horeca, dit en dat. Zeiden ze, ja, jij kan er ook last van, maar wij eigenlijk ook. Hè, het was een vrijwilligersorganisatie van 50 ouderen, ja, hè, vooral. Ja, die durven niet. En ja, precies, zei, de ene durft niet. Maar wat ze ook hadden, ze hadden heel veel rondleiding van scholen, de bloesemtocht hadden ze, de dit tocht, alles ging niet door. En zei, het is allemaal non-profit, weet je, qua winst, het is allemaal niks. Maar ja, dat brokkelt ook zo af, hè? En dan ben je die mensen kwijt, die voeding is weg. Ongelooflijk. Dat vond ik wel, dat raakt me zelf zo een beetje, van zoiets opgebouwd, dat is het enige museum in Nederland. Ja, ja, dat kan zomaar door... Ja, dan denk je, we hebben hier zo'n akkertje liggen en dan is er dan nu ieder jaar staat er maïs op. En dan denk je, ja joh, die opbrengst daarvan is zo gering. En het ligt hier. Nee, ja, maïs kunnen we geld toeleggen. En dan denk je, ja, dan haal die bomen hierheen en we hebben iets unieks voor best. Ja. Dus op zich zou het wel een aardig idee zijn om dat te doen. Ja, het is dat die bomen hier. Ja, het ging langs mijn neus heen. Ik weet niet waarom die. Dat op zich kan ik daar wel een stukje over vertellen. Om die stekker te krijgen, dat was ook een heel dingetje. Ja. Want dat stuk veld was op de nominatie om gesloopt te worden, want er moesten huizen op. En nou, dat was niet nominatie, dat was gewoon duidelijk. Ja. In het voorjaar, bam, alles eraf. Maar die Jan zou die stekker voor mij halen daar, maar die mocht er niet eens op. Een lange tijd. Ja, corona. Ja. Ja. Het was net op het laatste moment dat hij nog die stekker mocht knippen. En het was helemaal niet duidelijk dat die bomen te koop werden gezet. Ja. Het was echt duidelijk, ze gaan met het plan staan. Dus ik had er niet zoveel over te zeggen. En pas op het laatst kwam ik via Facebook, dat vond ik wel een beetje raar, kwam ik er tegen van, nou, die bomen staan te koop. Mm. En er waren al heel veel mensen, ja, die, weet je, het is versnipperd nu, overal is een beetje heen gegaan. Dus, dus ja, helaas is dat... maar goed, ik heb nu zulke eentjes. Mm. En het ent is trouwens ook wel een heel, heel speciaal om te doen. Heel... Loopt een video een keer? Of, Ik heb binnenkort, want het is laat. Ik heb nog een paar onderstaan gekocht, of besteld. Want ik had nog van die bomen die ik uit Zeeland heb meegenomen, daar wil ik, want er zit de museumboom zit erbij. Ja. Okay. Hun boom, dus die kreeg ik mee, dat vond ik wel leuk. En de dekkersroem. Ja, dus daar wil ik een paar takjes van afhalen om die weer te gaan enten. Ja. Ja, dat enten, dat is ook al echt een dingetje. Ja. En was dekkersroem zijn familie van je, of ben je daar niet achter gekomen? Ik weet het niet, maar serieus, nee. En maar dat is ook het bijzondere van deze mensen en deze soorten. Het staat niet op internet. Nee, ze hebben alles in hun kopje, in hun grijze kopjes. Als je daar met die mensen gaat praten, dan rol je die video op. Ja, eigenlijk wel, ja. Ja. Precies. Een keer heen rijden en dan inderdaad proberen te ratten trekken. Ja, precies. Even Zeeuwse Berenburg, of ja, Berenburg, maar... Ja, ik weet niet wat ze in Zeeland drinken. Ik ben Zeeuw, maar Geneve volgens mij. Ik heb geen idee. Ja, nou, die lust ook nog wel wat, hoor. Maar dan op zijn Zeeuwse. Ja. Ja, boerenjongens waarschijnlijk. Ja. Dus, Zullen wij eens naar binnen? Zal ik hem stoppen? Oh ja, dan de pallet. Ja. Dan zet ik hem even stil.